Als u mij nou vraagt wat hadden we nog meer moeten doen. Eh, misschien was het beter geweest als we onze empathie uitdrukkelijker hadden getoond in het begin. Eh, we zijn het proces ingegaan met een aantal bestuurlijke maatregelen. die denk ik goed waren en noodzakelijk waren. Daar sta ik echt achter. Maar het, het, het gevoelsaspect heeft misschien zeker eh, naar buiten toe eh, eh, ontbroken. Is dat moeilijk? Voor u om dat te laten zien? Nou, het, het, het is zo. Je moet je dan inleven in mensen met ervaringen die je zelf niet hebt. Ja. En uh, daar moet je ook in groeien, denk ik. Het is natuurlijk een probleem, dat moet u ook zich realiseren. Uh, die voor de bisschoppen en ik denk voor het heel provinciale oversten ook uh, nieuw is. Hè. We, we hebben daar natuurlijk nu uitgebreid kennis van. Maar toen wij uh, in uh, februari 2010 voor het eerst met deze crisis werden geconfronteerd. Was het voor ons, voor de meesten van ons, want de meeste bisschoppen zijn recent aangetreden? Was het echt volstrekt nieuwe materie ja. waar we ons hebben moeten inleven?